Welkom bij de Brightspace basistraining. Brightspace is het nieuwe leermanagementsysteem van Saxion en is daarmee de vervanger van Blackboard. Aan het einde van deze training kun je moeiteloos je weg vinden in Brightspace. Weet je wat de Saxion Course Template is en hoe deze is opgebouwd? Kun je een les vullen met tekst, bestanden, linkjes en of video's? Kun je een inleverpunt en rubriek aanmaken? En weet je hoe het geven van feedback en beoordelen plaatsvindt? Binnen Brightspace heb je een eigen werkplaats. Binnen deze privéomgeving kun je oefenen met de functionaliteiten van Brightspace. In deze video geven we didactische tips om activerend onderwijs te bevorderen. Een didactische tip is te herkennen aan dit kader rondom de video. Mocht je de uitleg willen bekijken over één specifiek onderwerp, dan kun je via het menu linksboven snel navigeren. Natuurlijk kun je ook de hele video bekijken. Inloggen doe je via brightspace.saxion.nl met je eigen Saxion inloggegevens. Je komt direct op de Saxion homepagina. Wij adviseren om in Brightspace de Engelse taalinstelling aan te laten staan. Deze functioneert het beste. In de instructies en op de helppagina's gebruiken we namelijk ook Engelse termen. Onder My Courses vind je de cursussen waar je nu al toegang tot hebt. Je kunt je favoriete cursussen pinnen. Navigeren kan onder andere via de minibar. Bovenaan in het scherm vind je de minibar met iconen die een overzicht bieden van jouw meldingen en berichten. Vanuit een melding kun je direct doorklikken naar de betreffende cursus. Het Course Selector menu biedt de mogelijkheid om snel door alle cursussen te navigeren. Je gepinde cursussen staan hier bovenaan. De groene balk is de navigatiebalk. Hier vind je op de Saxion homepagina enkele cursusoverstijgende functionaliteiten. Via de helpknop kom je terecht in Screensteps. Dit is de helpomgeving waarin je handleidingen met betrekking tot Brightspace vindt. Onder My Media vind je jouw Cultura Media Galerij. Je kunt vanaf de Saxion homepagina een cursus openen. Bovenaan vind je de cursusnavigatiebalk, met daarin de belangrijkste functionaliteiten en tools. Binnen Saxion maken we gebruik van een course template. Een course template is een vooraf vastgelegde structuur die Saxion-breed wordt gehanteerd. De Saxion course template is in een week en in een thematische indeling uitgewerkt. Binnen deze video werken we met de weekindeling course template. De template biedt een gestandaardiseerde structuur en layout die uniformiteit, herkenbaarheid en vindbaarheid bevordert. Dit creëert een vertrouwde en consistente leeromgeving voor studenten, wat de leerervaring verbetert. Bovendien maakt uniformiteit het gemakkelijker voor docenten en studenten om te schakelen tussen verschillende cursussen en snel hun weg te vinden in Brightspace. De course template is ontwikkeld aan de hand van literatuuronderzoek, een analyse van de huidige templates in Blackboard en gesprekken met docenten, studenten en andere academische instellingen. Het is mogelijk dat jouw cursusomgeving er iets anders uitziet dan het voorbeeld in deze video. Dit komt omdat de contentstructuur van de course template soms, in overleg met de academie, is gefine-tuned. De Saxion course template is opgebouwd uit drie onderdelen: inleiding, kern en afsluiting. Binnen deze onderdelen kunnen de studentinstructies en leerinhoud geplaatst worden. Ook staan er bij enkele onderdelen schrijfinstructies voor de ontwikkelaars. Als je de course template goed volgt en de inleiding, kern en afsluiting volledig vult met informatie, staat alle informatie die een student nodig heeft in de cursus. Er is dan dus geen aanvullende cursushandleiding als bijlage meer nodig. Plaats informatie zoveel mogelijk direct in Brightspace in plaats van in losse documenten of in andere bijlagen, zodat studenten direct zien wat er van ze verwacht wordt.
Binnen de inleiding van de cursus wordt de moduleinformatie geplaatst. Hierin staat de belangrijkste informatie die de student voorafgaand aan de cursus moet weten. Denk aan leerresultaten, inhoud van de cursus en algemene toetsinformatie. Binnen de kernstructuur van de cursus worden onderwijsinhoud en studentinstructies geplaatst. Deze kernstructuur biedt een solide basis voor het organiseren en presenteren van je cursusmateriaal. Binnen de afsluiting van de cursus vind je onder andere toetsing- en inleverpunten. Hier worden de gedetailleerde informatie en de inleverpunten voor summatieve toetsing geplaatst. Hier staat ook een docentenkamer. Plaats hier informatie in bestanden die niet voor de studenten bestemd zijn. De course template wordt afgesloten met een bibliotheek. Het gebruik hiervan is optioneel. In de course template zie je bij de kern 10 lege lesweken met de lessen per week klaarstaan. We leggen nu uit hoe je zo'n lesweek met onderliggende lessen zelf aanmaakt. Maak een nieuwe week aan via New Unit en geef het een naam. Onder Description noteer je de beschrijving en de onderwerpen van de week. Zet de nieuwe week op Visible en sla de nieuwe week op. De nieuwe unit is nu onderaan de menustructuur geplaatst. Je kunt deze indien nodig verplaatsen. Binnen de nieuwe unit kunnen ook lessen aangemaakt worden. Klik de unit aan en maak via Create New een nieuw lessen aan. Geef de les een naam met onderwerp. En noteer onder Description de leerdoelen van de les. Zet de les op Visible en sla op. Bij een les horen een voorbereiding, bijeenkomst en verwerking. In deze video worden voorbereiding, bijeenkomst en verwerking als losse pagina's toegevoegd. Maar jouw academie of opleiding kan er ook voor kiezen dit op één pagina te tonen. Selecteer een les en ga via Create New naar HTML-document. Vul de naam in. Selecteer hier het betreffende HTML-template, in dit geval voorbereiding. Deze HTML-templates zijn onderdeel van de Saxion Course-template en helpen om in de juiste opmaak onderwijsinhoud en studentinstructies te plaatsen. Zet de voorbereiding op Visible en sla op. Herhaal de stappen voor bijeenkomst en verwerking. Let op het moment dat je een HTML-template in een document invoegt, dan overschrijft dit template alle inhoud die je eventueel al had geplaatst op de pagina. Van alle nieuwe inhoud die je aanmaakt, zul je handmatig de zichtbaarheid aan moeten zetten via de schuif Hidden Visible. Er is geen mogelijkheid om alles tegelijk op zichtbaar of onzichtbaar te zetten. Om onderwijsinhoud en studentinstructies te plaatsen, volg je de volgende stappen. Als de basisstructuur van de cursus staat, kun je de onderwijsinhoud en studentinstructies plaatsen. Open de voorbereiding in de Edit Mode. Geef de eerste activiteit een titel en noteer de tijd die nodig is om de activiteit uit te voeren. Schrijf een studentinstructie en voeg een link toe. Selecteer de tekst waar je de link aan wilt koppelen en voeg dan, via Insert Quick Link, de URL toe. Standaard wordt voor Open in een nieuw window gekozen. De link is nu toegevoegd.
Klik eventueel tussentijds op Save. Maak een tweede activiteit aan. Noteer de titel en tijdsduur. Schrijf een studentinstructie en voeg een video toe. Embed een video altijd vanuit Kaltura. Dit doe je als volgt. Onder Insert Stuff kun je kiezen voor Embed Kaltura Media. Via de Add New knop kun je nieuwe video's vanuit bijvoorbeeld YouTube in My Media plaatsen. In dit voorbeeld wordt een video geembed die al in My Media geplaatst is. Rond je studentinstructie af en klik op Save en Close. Open nu de bijeenkomst in de Edit Mode. Schrijf een studentinstructie over de globale inhoud en activiteiten die in de bijeenkomst plaatsvinden. En voeg een bestand toe via Insert Stuff, My Computer. Zoek het bestand en klik op Upload. Pas de tekst van de link aan, zodat deze duidelijk herkenbaar en volledig is voor de student. Klik op Refresh Preview en dan op Insert. Rond de studentinstructie af. Klik op Save en Close. Ben je benieuwd hoe je cursus er voor een student uitziet? Klik dan boven in de minibar op je eigen naam. Daar vind je View as Student. Je krijgt nu de omgeving te zien vanuit het oogpunt van een student. Ook kun je een opdracht inleveren als student of een quiz uitproberen. Om de Student View te verlaten, klik je op het kruisje dat verschijnt na het klikken op je naam. Onder Toetsing en inleverpunten vind je eerste toetsinformatie. Gebruik deze pagina om alle toetsinformatie voor studenten te presenteren. Geef eerst een globale beschrijving van de toetsing. Benoem daarbij de verschillende toetsonderdelen en verwijs naar de gedetailleerde informatie per summatieve toets, die je hier onder elkaar kunt plaatsen. Onder Toetsing en inleverpunten komen de summatieve inleverpunten te staan. Om een inleverpunt aan te maken, klik je op Toetsing en inleverpunten. Vervolgens klik je op Create New en dan op Assignment. In het scherm dat zich opent, vul je de naam in. Standaard staat de opdracht op Ungraded, waardoor deze niet in het gradebook wordt getoond. Door op Ungraded te klikken, komt de opdracht in het gradebook te staan en kun je het maximaal aantal te behalen punten invullen. Kies je voor een due date, dan blijft je opdracht wel beschikbaar naar die datum, maar wordt het ingeleverde werk als te laat gemarkeerd. Due dates worden standaard getoond in de calendar op de cursus homepage. In het instructieveld vermeld je welke opdracht hier ingeleverd moet worden. Ook vermeld je de deadline en de deadline voor de herkansing. Onder Availability Dates en Conditions vul je in van wanneer tot wanneer een opdracht ingeleverd kan worden. Zodra je de start date en end date invult, krijg je de optie om de zichtbaarheid in te stellen. Om bijvoorbeeld de inhoud van een opdracht zichtbaar te houden nadat het inleveren niet meer mogelijk is, selecteer je de optie Visible with Submissions Restricted. Met de optie Release Conditions kun je bijvoorbeeld instellen dat de opdracht alleen getoond wordt nadat een bepaalde andere opdracht is gemaakt, of nadat een bepaalde score is gehaald voor een andere opdracht. Via de optie Special Access kun je bijvoorbeeld verlengde toegang instellen voor toetsen. Onder Submission and Completion vul je in of het gaat om een individuele of groepsopdracht. En kies je de eventuele groepscategorie. Vervolgens kies je het Submission Type. Meestal gaat het hier om een file submission. Je geeft aan of een student alles in één bestand moet inleveren of dat een onbeperkt aantal toegestaan is. De file extensions kun je laten staan op No Restrictions. Bij submissions kun je het beste de optie
All submissions are kept laten staan. Onder evaluation en feedback kun je een gemaakte rubriek aan de opdracht koppelen of een nieuwe rubriek aanmaken. Hierover wordt meer verteld in het onderdeel rubriek aanmaken. Laat de optie annotation tools aangevinkt staan. Dit is handig bij het beoordelen van opdrachten. Klik op save and close om je gemaakte opdracht op te slaan en het scherm te sluiten. Rubric aanmaken. Ga hiervoor naar Course Tools en klik op Rubrics. Je ziet de rubrics staan die eventueel al in de omgeving aanwezig zijn. Klik op New Rubric en vul een herkenbare naam in. Het liefst een naam gelijk aan de opdracht. Je ziet een tabel met rijen voor de toetscriteria. Deze criteria kun je kopiëren of verwijderen. En onderaan heb je ook de optie om nieuwe criteria toe te voegen. In de kolommen zie je de niveaus. Ze staan standaard van hoog naar laag. Via Reverse Level Order kun je dit wijzigen. Met het prullenbakje kun je een kolom verwijderen en via de plusjes kun je de kolommen toevoegen. De namen van de rijen en kolommen kun je aanpassen, net als de niveaubeschrijvingen. In het veld Initial Feedback kan eventueel een voorzet gedaan worden voor te geven feedback, maar bedenk goed of dit wenselijk is. Er kan een analytische of holistische rubriek gekozen worden. De analytische wordt hier uitgelegd. Scoring staat standaard op points. Ieder criterium weegt dan even zwaar. Is dit niet het geval? Kies dan voor custom points. Via Add Criteria Group kun je de criteria van de rubriek in meerdere groepen verdelen. Je kunt de groepen titels geven en kopiëren. De overall score toont per niveau het aantal punten dat gescoord moet worden om dat niveau te behalen. Dus bijvoorbeeld, vanaf hoeveel punten heb je een voldoende? En vanaf hoeveel punten een goed? Deze informatie is puur informatief. Wil je niveaubeschrijvingen of andere omrekeningen ook tonen als eindoordeel naar de student? Dan moet er een grading scheme gemaakt worden, welk je via het gradebook kan koppelen aan de opdracht. Onder options kun je de zichtbaarheid van de rubric instellen. Wel of niet zichtbaar, of pas zichtbaar nadat er is beoordeeld. Er is een optie om de feedback die in de rubriek is geplaatst te tonen in een algemeen feedbackveld. Maar we adviseren je om gewoon de rubriek zelf te tonen. Liefst al voor de beoordeling. Wanneer je in een rubriek werkt, wordt hij tussentijds opgeslagen. Klik op Close om de rubriek af te sluiten. Je ziet de rubriek nu in de lijst met eventuele andere rubriek staan. Om ingeleverde producten te bekijken, navigeer je via Grades naar het gradebook. Het gradebook geeft een overzicht van de door de studenten ingeleverde producten en bijvoorbeeld hun final grades. Producten die nog nagekeken moeten worden, herken je aan een rood bolletje. Om een ingeleverd product te bekijken, klik je op het document-icoontje. Een nieuwe pagina zal openen met de ingeleverde producten. Door op een product te klikken, wordt deze geopend. Vervolgens kun je de menubalk gebruiken voor verschillende opties, zoals het maken van aantekeningen, het plaatsen van notities en het downloaden van het document. Ook kun je ervoor kiezen om het document op fullscreen te bekijken. De rechterkant van het scherm betreft het beoordelen van de opdracht. Daar vind je ook de gekoppelde rubriek. Door hierop te klikken kun je per criteria een beoordeling geven. Ook is er per criteria een optie voor feedback. Als je naar onderen scrolt, kom je bij een overall score, een overall grade en een vak voor overall feedback. Ook vind je hier de optie Record Audio om gesproken feedback op te nemen in de beoordeling. Vind je het fijner om de complete rubric te zien op fullscreen? Klik dan op de uitklapoptie. De complete rubric zal nu in een nieuw venster openen. Ben je klaar? Klik dan op Save Draft om op te slaan en later te publiceren. Wil je de beoordeling gelijk publiceren? Klik dan op Publish. De student krijgt dan een melding en kan gelijk zijn beoordeling zien. Bedankt voor het volgen van deze basistraining van Brightspace. Veel succes met het vullen van je cursus of cursussen. En natuurlijk met het lesgeven met inzet van Brightspace.